PVV-leider Geert Wilders gaat toch de Haagse gemeenteraad in. Het afgelopen weekend heeft hij nagedacht over de ruim 13.000 voorkeurstemmen die hij als lijstduwer heeft gekregen. En hij heeft besloten dat hij deze niet kan negeren. Wilders blijft ook in de Tweede Kamer zitten. In de Haagse gemeenteraad zal hij een kleine rol gaan spelen. De Haagse PvdA-wethouder Bal Deelsing eist zijn portefeuille terug in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Ook hij kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen veel voorkeurstemmen, namelijk bijna 7000. Als zijn partij hem niet voordraagt voor de wethouderspost, zal hij zich daar niet bij neerleggen, zo zegt Bal Deelsing vandaag in een aantal kranten. Er reden vanochtend geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Door uitgelopen werkzaamheden van spoorbeheerder ProRail was er tot in de middag geen treinverkeer mogelijk. Er werden bussen en trams ingezet, maar reizigers moesten rekening houden met een vertraging van een half uur tot een uur. Op de N11 tussen Leiden en Alphen aan de Rijn zorgden twee ongelukken deze ochtend voor een grote verkeerschaos. In beide richtingen stonden lange files. Bij de ongelukken raakte één persoon zwaar gewond. Hoe de ongelukken konden gebeuren is nog onduidelijk.